Ja, Milieudefensie die sleept Shell voor de rechter wegens klimaatschade. Dat is het nieuws dat wij deze week eruit gepikt hebben. Volgens Milieudefensie wil Shell zich nog lange tijd inzetten op olie en gas. Terwijl het bedrijf al meer dan 30 jaar weet dat dit leidt tot gevaarlijke klimaatverandering. Shell wil de komende jaren maar zo'n 5% in duurzame energie steken. En het is voor het eerst dat van een bedrijf geëist wordt om van koers te veranderen als gevolg van de klimaatverandering. Petra, ik begin even bij jou. Wat denk jij? Als jij zo'n bericht leest, gaan je handen dan, je groene handen dan jeuken? Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Ja, want ik denk dat ik ze, ik kan ze beide wel begrijpen. Ik denk dat Shell heel erg vergelijkbaar als alle andere grote chemische bedrijven, maar die hebben nog een opgave te gaan. Ja. Dus ik zou ze ook heel graag willen uitnodigen van ja, kom eens in gesprek om te kijken hoe andere bedrijven jullie kunnen helpen daarmee. En Milieudefensie, vind ik, legt maar de vinger op de zere plek, zodat de discussie plaatsvindt. En dat is gewoon heel goed. Ja. Of ik het nou eens ben of niet, daar gaat het eigenlijk niet zozeer om, vind ik. Ja, dan ben ik toch benieuwd naar de andere kant. Want Bert, ja, nou, ik vind dat duurzaamheid, is dat niet de discussie. We gaan naar de duurzame economie en samenleving toe. Maar de weg ernaartoe is van belang. En ik vind het een beetje een selectieve keuze, want betekent dat het de volgende stap zal zijn de hele automotive sector of de hele bouwsector, want dat die verantwoordelijk is voor 25% van de afvalberg over heel de wereld. Ik hou meer van goede afspraken maken, samen optrekken en daar is het kabinet mee bezig. Maar is dat mogelijk, denk je? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat de bereidheid om duurzaam te functioneren en te opereren als bedrijf is groot aanwezig. Shell bijvoorbeeld in Moerdijk gaat daar een geweldig zonnecelpark aanleggen. Dus dat komt er ook, dus dan de dat andere komt kant. Ook een keer aan. Inderdaad. Bert-Jan, zo'n bedrijf als Shell, het is natuurlijk een immens groot bedrijf. Kijk, het kan natuurlijk ook een soort wake-up call zijn. Dat het nu op Shell natuurlijk de pijlen gericht zijn. Maar dat het eigenlijk de wake-up call is voor iedereen. Wat denk jij, kan zo'n bedrijf hier zeg maar van afstappen en dit hier niks mee doen? Of komt hier wel een tegengeluid? Hier komt ongetwijfeld een tegengeluid. Dat is goed, het gaat om die discussie. Die moeten we met elkaar hebben. Maar het besef moet echt doordringen nu. Dat het is echt 5 voor 12. We moeten echt met elkaar aan de slag. Overheid en bedrijfsleven, de triple helix, kennisinstellingen. En we moeten ambitieuzere doelstellingen stellen. En met elkaar de kader scheppen waarin die bedrijven gaan investeren. Niet meer in oude technologie, maar in nieuwe technologie. Om de klimaatproblemen op te lossen. Dus ja, ook deze regio kan erin een belangrijk rol spelen. Ja. En daarin een voortouw nemen, denk ik. Nou, in ieder geval ook een uitnodiging voor Shell om bij jullie langs te komen. Dan absoluut. Op de kennis.